to do so. En daarom is Monsanto trots op deze nieuwe broccoli. In dit sportje laat Monsanto zien dat het nu heel makkelijk is geworden om dit gewas te oogsten. Welke boer wil dat nou niet? It's giving you an option to mechanically harvest the broccoli. What's Monsanto's invention? We spent more than 10 years breeding to change the shape of broccoli so that it has the same broccoli head that people are familiar with, but a longer stem. Maar is die lange stengel wel hun uitvinding? We duiken met professor Haring in de patentaanvraag van Monsanto. De plant waar ze, die ze beschrijven, die is gebaseerd op het materiaal wat van Oregon State University komt, dus ergens uit de Verenigde Staten. Dus dat hebben ze niet zelf gemaakt of zo, die eigenschap? Of dat komt ergens uit van de universiteit? Ja, dit komt uit een programma in Amerika, een openbaar verenigingsprogramma. En deze lijnen zijn voor iedereen toegankelijk. Ook Vosselman is gaan veredelen met broccolizaad dat hij heeft gekregen van diezelfde universiteit. We hebben broccoli materiaal van de Oregon University uit de Verenigde Staten. En de prof daar, Jim Myers, heeft ook wat materiaal aan Monsanto geleverd. Dus uit dezelfde pool. We nemen contact op met de Oregon State University, met professor Myers. Hallo. En hij is stellig over de claim van Monsanto. Well, they didn't invent the original trait. The trait is not their invention. No. It's yours. If it's anybody's, I guess we could claim it. It's something that was in the germplasm in broccoli in general. So maybe it's no one's to claim. No? Why not? Because it's in the public domain. We also talked to Professor Jim Myers from the Oregon State University, and he says, if it's anybody's invention at all, it's mine. Like, do you know why he says that? No, I don't. I don't. But this is the point of the patent system. The patent system exists to... Where did you get your... ...consider these challenges? Where did you get your material from? I don't know that detail. It's from his university. Well, why didn't he bring forward a raised head broccoli back in 10 years ago then? If it was easy to do. He's not a commercial. He doesn't own a commercial organization. He is a scientist. Okay, then if he has an objection, it can be tested within the patent system, which has the processes and has evolved to consider these kinds of issues. Professor Myers verfoeit de methode van Monsanto. I think eventually it will hurt us. What it does is it prevents breeders from being able to cross materials. There will be slower progress in terms of breeding, I think, because of this. Basically, Monsanto used the work of the Oregon State University, continued the breeding program, and now claims that it's Monsanto's invention. That sounds funny, isn't it? That's the patent system works by innovators building on other existing bits of innovation. You get the seeds for free. You used it, and now you're claiming it. No, that's do, not. Do I see it wrong? Not, that's yes. Can you please help me then to understand it? Sure. To get a patent, you have to deliver a sufficient degree of innovation. And that must be explained in the patent application, and it can be tested in a hearing by an examination of the patent. Monsanto zegt, je kunt bij het octrooibureau toch bezwaar maken als je het niet eens bent met onze claims. Dat heet oppositie voeren. Binnen het patentrecht is dat zeer gebruikelijk. Concurrenten procederen continu tegen elkaars patenten. Maar is dat voor kleinere veredelaars ook mogelijk? U kunt er ook octrooi aan gaan vragen. Maar dat kost zoveel geld. We hebben de kennis er niet voor. Je moet alles uitbesteden. En dat zijn octrooideskundigen. Nou, die weten wel een rekening te sturen. Dure jongens. Ja, echt dure jongens. Dus u kunt dat gevecht niet aan met Monsanto en Syngenta? En dan zullen ze ook. Dan kunnen ze oppositie gaan voeren tegen mij. Ja, uiteindelijk ben ik gewoon kansloos.